You tell me you got it, but I don't see a change in you, baby. I'm feeling frustrated, and I won't take the pain any longer. I'm so fed up of letting you walk all over me. Is this what they call love? It's me, myself, and I'm selfish. Two, it's me, myself, and I'm selfish. Two, it's me, myself, and I am. Don't tell me you want. Kom erbij zitten. Don't talk about you and me, baby, because I see that you're selfish. Is wel een niet zo'n heel vrolijke tekst, hè? Nee, niet echt. Maar dat mag af en toe. Dat mag af en toe. Waar gaat het liedje eigenlijk over? Over de egoïstische man. Ja? Toch altijd weer een hekelpunt. Okay. Die mannen toch. Zeg maar, is het voor iemand persoonlijk bedoeld? Oh, nee. Het is niet echt... ik heb het zelf ook niet geschreven, nee. Timmer. Dus, heb je dan zelf gezegd tegen de schrijvers van... Kijk, ik wil eens een liedje over man? Of ja, nee. Is dat gewoon een beetje op jou afgekomen? Het is een beetje op mij afgekomen, maar ik vond het gewoon een heel tof nummer. Ja. Het zit wel goed in de oren, hè? Het is zo wat Kylie, hè? Ja, ik heb wel veel opmerkingen gekregen dat het wat Kylie is. Ja, maar positief, want dat slaat aan. Ik ben een Kylie fan, dus ik vind het niet erg. Voilà. Zeg, als ik naar jouw clip kijk, dan... het is wel een pikante clip toch wel een beetje, hè? Wel een beetje een stoutere clip, toch?
Ja, zo van ook. Ik vind dat dat nou braaf is eigenlijk. Ja. Nee, het is wel een natuurlijk een andere versie dan zilver, dat de mensen gewoon zijn. Dat bedoel ik, ja. Dat het en zo het toch... is, ik dans ook. Dat is hetgene waar ik veel opmerkingen op gekregen heb. Want met zilver ben ik nogal vrij rustig. Mm-hmm. En zeggen ze van, ja, die kan wel zingen, maar die beweegt niet veel. Ja. En nu was echt de bedoeling om eens te laten zien dat ik eigenlijk toch nog wel iets anders kan. Ik heb er wel heel hard op moeten trainen. Ja, want dit is de eerste keer dat jij ook effectief danst. Ja. Ja. Stram, hè. Ja. Ja, dus, op zich. Maar deed je dat daarvoor al? Of ben je echt vanaf een bepaald moment van nu ga ik echt beginnen dansen? Of heb je al... Echt choreo heb ik eigenlijk nooit gedaan. Nee. Dus is het zo een beetje erin gerold. Want jouw vriend heeft de choreografie gemaakt, hè? Ja, hij heeft eigenlijk heel het idee van de video bedacht. En hij is de choreograaf. En hij danst ook mee in de video. Ja, hij staat rechts van jou, hè? Dacht ik. Als we het zo meteen eventjes in de groep zien. Is dat niet gek dat je ook daar naar je vriend moet luisteren? Eigenlijk is dat vrij makkelijk met ons, want als wij werken samen, dan zouden we niet zeggen dat wij een koppel zijn. Wij kunnen dat echt heel hard scheiden. Ja. En dat vind belangrijk? Ik er wel heel goed aan. Ja, dat je dat kan scheiden? Wel, sowieso. En zeker bij mij is dat wel nodig met zo'n ding, als ik choreo moet doen, dat het echt wel streng is. Ik vind dat belangrijk. Maar het is dan wel gemakkelijk, want jullie kunnen dan bij wijze van spreken de choreo in de woonkamer studeren. Dat is gebeurd, ja. Ik moest alles op een week, want alles is zo vlug gegaan, dat ik dat op een week heb moeten doen. Ja. En als je dat nog nooit niet hebt gedaan, dat is niet echt simpel. Op een week tijd? Ja, dus dat was echt elke dag en in de living. En... Ja. En heb je hem via dan die choreo leren kennen of kende je hem daarvoor al? Ik kende hem al een jaar. Sinds 10 jaar zilver in de Lotto Arena heeft hij ook de dansers en de choreografie van die concerten gedaan. En daar heb ik hem eigenlijk... Zodoende. Ja. Ja. Zou het iets voor jou zijn om in zo'n clip te dansen of te figureren? Nee. Ik ben wel soepel, maar niet zo soepel. Maar niet zo soepel. Nee. Maar het zou misschien wel een mooi beeld zijn. Ja, stilstaand. Ja. Zeg Sylvie, wat gaat er nog verder gebeuren? Gaat er nog een album komen? Of? Ik hoop het. Het hangt er een beetje vanaf of de mensen de singeltjes gaan kopen. Dit is nu mijn tweede solo-single. Het heeft wel even een tijd geduurd eerder een tweede kwam, omdat we zo druk bezig waren met Zilver met die 10 jaar. Want is Zilver nu... gestopt dan? Nee, of hoe moeten we het wij zien? Zitten in de studio met Zilver. Volop aan het opnemen aan een nieuw album. En een single komt volgende maand uit, denk ik. Dus het blijft langs elkaar doorlopen dan? Het is niet zo dat je gestopt bent met Zilver, nee, dat je nu dat is solo... niet de bedoeling dat ik ga stoppen met Zilver, sowieso niet. Maar het is te hopen natuurlijk, want Zil, ik doe dat heel graag. Dat is echt mijn ding, dat is echt iets waar ik 100% ook mee achter zit. Ja. Qua producers zoeken en nummers zoeken. Dus dat is echt wel, ik ben... De mensen zien mij als een dance chick, maar ik ben ook eigenlijk iemand die heel graag R&B en 80s muziek luistert. Dus ik wou zo... Het is niet een hokje. Je wou een beetje... Ik wou echt een mengeling van alles en dat is echt zo mijn ding. Dus ik hoop dat de mensen de single gaan kopen. Dan zal de platenfirma zeggen, oké, er komt een album. Maar... Dus het hangt eigenlijk een beetje van de singles af, want ze moeten natuurlijk een beetje polsen of het werkt. Maar dan is het ook een drukke periode voor jou dan, op dit moment? Het is heel druk, maar ik vind dat niet erg, want ik doe dat heel graag. Ja. Dus en Zilver in de studio en dan nu promo maken voor je nieuwe single. Ja. Heb je dan nog tijd voor je dochtertje bijvoorbeeld? Ja, in de week zie ik die mensen. Ik zie die eigenlijk meer dan de mensen die elke dag van 9 tot 5 moeten werken. Sowieso. Daar hebben wij misschien een verkeerd beeld van. Hè. Want jij bent waarschijnlijk alleen s'avonds weg of vooral s'avonds. Ik werk meestal in het weekend. Nu als er zo promo is, dan is dat meestal ook wel in de week. Maar dan is dat meestal als ze naar school gaat. Dus dan, tegen dat hij aan school komt, ben ik al terug thuis. Oké. Zeg, ik wil je heel veel succes toewensen met de single. Okay. Hopelijk kopen de mensen hem massaal. En dat er een album komt. Hè, en dat je dat dan ook weer hier kan komen voorstellen. Merci.